Een ondernemer uit Helden heeft een sloopmelding bij de gemeente ingediend voor de panden van discotheek De Apollo en het voormalige café Frans Dorp. Welke plannen de ondernemer met de percelen heeft, is nog niet bekend. De discotheek sluit in maart volgend jaar de deuren. Hij is overgenomen door een investeerder. Volgens een woordvoerder van de uitgaansgelegenheid was het een te mooi bod om af te slaan. Ter afsluiting worden in de laatste week van februari 3 speciale avonden georganiseerd voor de 13-plussers, de 18-plussers en de 30-plussers. Het bedrijf Consendo van Noortje Rutte is genomineerd voor de Jarden Afscheidsprijs met dozen met een verhaal. De dozen helpen mensen hun zaken op orde te krijgen en te houden. Uitvaartvereniging Jarden beloont initiatieven of ideeën rondom het levenseinde en het afscheid met de Jarden Afscheidsprijs. Wij hebben het concept dozen met een verhaal ingestuurd. Daar hoort onder andere de Consendo's bij. De Consendo's is een draaiboek voor als er een keer iets gebeurt, dat de nabestaanden weten wat er geregeld is, maar ook wat de laatste wensen zijn van degene die overleden is. En daarnaast is daar nog een administratiedoos aangekoppeld die juist gericht is op het ordenen en orde scheppen in de chaos van administraties. En natuurlijk heel toepasselijk rondom het afscheid, de troostdoos voor mensen die afscheid moeten nemen van het leven of juist mensen die net van een dierbare afscheid genomen hebben om daar invulling te geven aan hun rouwproces. Winnende initiatieven of ideeën worden beloond met het prijzengeld van in totaal 15.000 euro. Eind 2015 reikt Jarden deze prijs voor de 7e keer uit.